Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben van hier met Prins en Architect. Vorige week ben ik hier gebleven. En deze aflevering ga ik in ieder geval proberen om nog, nou ja, dit gebied in ieder geval helemaal klaar te krijgen voor de ontsnappingsmodus. En hopelijk gaat het allemaal wel goed, ik denk het wel. Alleen dit gaat niet heel erg goed. Maar hoe ik daar precies vanaf kom, dat is mijn vraag. Ik weet niet. In ieder geval, hier ben ik dus nog mee bezig. Nou ja, de bouwvakkers zijn in ieder geval al bezig. Hoe zit het eigenlijk met die stroomleiding hier dan? Lijkt me beter dat ik dan ook even hier natuurlijk een stroomleiding door laat gaan. Maar ja, de lek is nog steeds real. In ieder geval, ik zie dit wel steeds hoger gaan, de capaciteit. Oké, de rest van de cellen die maak ik toch gewoon voor maximaal beveiligde gevangenen. Dus deze 5. Daar hebben we daar in ieder geval ook wat meer ruimte voor. Denken. Oh ja, dan moet natuurlijk hier wel even een deur in zitten. Ik heb wel verstand om daar te, natuurlijk eentje hebben. Even zien. Want dat wil niet heel snel gaan, vind ik. Ik ga hier gewoon uiteindelijk personeelsdeur maken, vanwege dat we dan helemaal door de gevangenis heen moeten. Nou, dat hoeft in principe niet. Oh ja, en misschien komen we vandaag nog wel met die doodcel-executie te maken. Ik hoop het. Zo. Even gelijk dit een beetje aanpassen, dat heb ik ook wel verstand natuurlijk. Maar ja, we moeten het nu toch even wachten, dus. Op. Dat geldt dan ook hiervoor.
Ja, het is nu een beetje afwachten tot hoe ver. Hoe lang het nog eigenlijk duurt. Want die mannetjes die zijn niet heel erg snel. Kunnen ook even al die bewakers even neerplempen. Weer rellen. Goddammit. Jezus. Zesde vooral, jeetje mina, doe eens even normaal man. Oké, okay, dan hebben we dus ook wat meer hondenbewakers nodig. Jezus. Nou, kunnen we gelijk weer even wat wakens aannemen. Even 30 doe ik toch gewoon. Ja. Nee, dan wacht ik wel even mee met de kamer. Even denken, want ja, we kunnen natuurlijk niet zoveel doen, omdat het eigenlijk gewoon wachten, wachten, wachten is. Er zijn nog in ieder geval wel behoorlijk wat bewakers bezig met die
mannetjes weg te halen daar. Dat is wel goed op zich. Twee van de vijf die zijn in ieder geval helemaal klaar. Moet ze hier wel even heel hoge prioriteit aan geven. Alsjeblieft, al die fucking gevangenen en bewakers die helemaal doodgaan. Daar word je niet goed van. Misschien moet ik die volgende aflevering maar een wat langere aflevering gaan maken, want ik heb nu op het moment niet echt heel veel tijd meer, dus dat is een beetje een probleem. Bijna 2 miljoen. Kunnen we wel een redelijke gevangenis van maken, maar zeg dat maar niet te gauw, want geld raakt zo op. Oké, dat is grappig. We hebben hier zo'n wasbad neergezet. Waar ze dan iedereen wat kleren kunnen pakken. En dat is ook nog behoorlijk dicht bij een douche. Dus dat is wel handig. Oké, die is daar. Oké, ze komen er beide aan. Als heb. Ja, nee, oké. Dan is het top. Dan hebben we in ieder geval daar ook wat meer stroom. Ja, eindelijk. Stroom. Oké. Ah, dan hebben we in ieder geval dit celblok van de taak misschien nog af. Moeten we morgen dus dan dit doen? Moeten we de veilige mijnen nog bouwen? En dan moeten we dit nog eventjes regelen. Zo wat nog wat. Wel leuk om al die bewakers of bouwvakkers allemaal zo'n beetje bezig te zien met hier weer dingen, daar weer dingen, zus en zo.
Ja, dan moet weer een cellblok klaar zijn. En dan doe ik die... Oh nee, toch nog niet. Ja. Dan doe ik dit cellblok dan gewoon voor iedereen. Gewoon helemaal achterin. Nou, we hebben in ieder geval alles al bijna af. Het is, dat is wel fijn. Kunnen we daar dan nog eventjes proberen te ontsnappen? Gaat niet makkelijk worden, dat is duidelijk. Lijkt me wel mooi om te zien. Hoe beveiligd mijn gevangenis nou eigenlijk is. Simon Schaefer is nog steeds 10%. Al 19 sterven vallen vandaag. Oh, oh, oh. Echt waar, dat kan gewoon niet goed gaan. Waarom heeft... Oh, omdat hij nog aangesloten wordt. Oké. Okay. Top, er zijn nu bijna overal de muren in ieder geval gezet, behalve hier bovenin een beetje, maar dat maakt op zich niet uit. Peperino's. Oké, de laatste twee mietjes zijn nu gelegd. Top! Nou, dat is dan mooi. Dan ga ik nu gewoon nog eens dit even tekenen. Hier ga ik even een patrouille lopen voor de waakhonden. Oké, doe daar vast even een deurtje. Hier, en dan gaan we ook alvast deze muur neerzetten. Dus morgen, of de volgende aflevering in ieder geval, alleen nog maar in te richten. Dus ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.